gaan zo dadelijk vertrekken richting Wembley voor de wedstrijd tegen Leverkusen. Iedereen is zijn paspoort mee. Ja, dank u. Ik volg Tottenham al sinds 1980 ongeveer. In 1984 werd de finale gespeeld van de UEFA Cup tegen Anderlecht. Al die wedstrijden kwamen op televisie. Sindsdien is dat echt bewust overgeslaan bij mij. De supportersclub is pas opgericht in 1995. Toen ik naar Lokeren soms naar voetbal ging kijken, dan waren er daar veel mensen die vroegen als je nog eens naar Tottenham gaat. Zouden we eens willen meegaan. Ik kwam op het idee voor een keer een busrit in te leggen. Maar dat is wel een beetje uit de hand gelopen. Op 14 dagen waren er 150 inschrijvers. Sindsdien gaan we iedere wedstrijd. En ja, mijn vrouw die verklaarde mij toen nog hek. We zijn vertrokken om 11 uur in Zaflaren aan de sporthal. En we rijden richting Calais. Dan doen we de oversteek naar Doever. En dan zal het nog ongeveer 2 uur en een kwart zijn naar Wembley. Ja, ik kan me goed voorstellen dat dat niet alledaags is. 6 uur op, 6 uur af voor een voetbalwedstrijd. Maar eens je bent meegegaan naar Tottenham en de sfeer hebt opgesnoven, ja, je raakt eraan verslaafd. De mensen leven voor het voetbal. In België wordt iedereen direct afgebroken. Op alles is er kritiek. En in Engeland staan ze daar meer positief tegenover. Iedereen is echt voor de club. Dus clubliefde ook. In het begin, de eerste maal dat we reden, was nog een drinkersbus. Veel mensen die niet wisten wat dat inhield, naar Tottenham gaan. En op momenten rolden ze van de bus toen we aankwamen in Londen. En toen heb ik ingegrepen dat ik zei dat is niet te doen. Hier gaat het volledig om het voetbal. Het is heel leuk geworden. Veel Belgen die nu in Tottenham spelen. De spelers weten dat er een Belgische supportersclub is. En die weten dat we iedere wedstrijd gaan zien. Alhoewel dat er bijna geen contact is tussen de spelers en de supportersclubs. Momenteel spelen we ons thuiswedstrijden voor de Champions League in Wembley. Voor de gezelligheid en de sfeer heb je liever een kleiner stadion. Als je ziet dat binnen de 2 weken volledig uitverkocht was, 86.000 toeschouwers, ja, dan weet je, gaat voor het commerciële. En de gezelligheid, ja, dat is er een beetje uit. De wedstrijd op zijn 9 voor Champions League was zwak. We moeten een beetje geluk hebben voor een doelpunt te scoren. En dat lag wel bij Leverkusen. Het weegt wel door om de hele terugreis nog aan te vatten. Maar we weten waar we voor staan aan we vertrekken. Dus winnen of verliezen, terug moet je toch komen. Hè.